Sevgili seyirciler, Rotterdam Uluslararası İmar ve Mühendislik Film Festivali İstanbul'u tanıtan bir filmle başladı. Ekümenopolis adlı film, hızlı gelişen büyük kentlerin planlanmasında insan faktörünün önemine dikkat çekti. In Lantaarnvenster is de zesde editie van het Architectuur Filmfestival AFFR georganiseerd met als thema Think Big, Act Small, oftewel Denk Groot, Begin Klein. De openingsfilm is Ekumenopolis, een film over Istanbul. Dünya Bankası dedi ki bize, siz en az bir kentinizi ya da iki kentinizi metropolleştireceksiniz. De openingsfilm gaat over Istanbul en over een stad die eigenlijk gruwelijk uit de klauwen groeit. En eigenlijk is het goed om te zien dat de bewoners zelf ook, eigenlijk uit protest ook, het heft in eigen handen nemen. En proberen zelf voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving te zorgen. En dat zit in ieder geval aan het eind als een soort positieve boodschap erin. En daar geloven wij heel erg dat dat de omslag is van de stedenbouw. Dat je niet meer projectontwikkelaars hebt die zeg maar woningen bouwen voor de rijken, maar ook en zeker ook meer dan dat, gewoon zelf het recht in eigen handen nemen en voor je eigen archie zorgen. Wat je vooral ziet aan deze film is dat wanneer een stad zich steeds meer uitdijt en uitdijt, dat het alles opslokt, hè? Dus, en dat het ten koste gaat van bewoners. Dus ik denk dat dat de belangrijkste les is van deze film. Toki kentleri sınıfsal olarak ayrıştırılıyor. Allah cezanı. Allah sizin yuvanızı da deneyim. Burada havuzlar olacak. Burada meydan var, mağazalar var. Ik ben zelf stedenbouwkundig. Ik vind dit wel een schrikbeeld in de zin van dat ik meteen aan de slag wil. Van nou zorgen dat je watersysteem op orde is en zorgen dat je natuur intact blijft. En mensen sociaal wonen, dat is het minimum wat je wil als stedenbouwkundige en als burger. En dus dan is dit wel een schrikbeeld. Ja, als mensen niet eens in hun woning mogen blijven wonen, dan denk ik van... Dat is toch wel heel erg, ja. Je moet er niet aan denken dat je ineens 15 miljoen mensen hierop af zouden komen. Maar dat zie je daar dus gebeuren. En je ziet gewoon wat er in alle grote steden in Europa gebeurt. Wanneer daar het werk is en op het platteland niet meer. En zo'n stad kan dat niet aan. En de mensen kunnen het ook niet aan. Dus daar valt wel wat van te leren. City will become longer and longer. To yield east and west directions. So that if in the city size become bigger, people are forced to move longer distance. So that by this actual car trip demand, car traffic will become nearly four times. Is het te vergelijken, Rotterdam met zo'n megalomane stad als Istanbul? Nou, niet in alle opzichten. Alhoewel, wat hier wordt gezegd, zeg maar, hè, van je hebt een verdeelde stad. Dat zie je natuurlijk hier ook wel een beetje, hè, met Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid. Maar het is wel anders natuurlijk opgezet. Want Istanbul trekt heel veel mensen aan uit de regio. Dat is natuurlijk hier veel minder. Dus het is de enige grote stad in de regio. Hier hebben we er gelukkig wat meer. Wij hebben in Nederland natuurlijk woningbouwcorporaties. Die zorgen toch voor de minimale inkomsten. Maar je ziet ook dat wij hier met immigranten die dus niet een legaal hier verblijven, dan wel in ieder geval niet in het systeem zitten, toch ook problemen hebben met werk en woningen. En die vallen ook een beetje buiten de boot. Maar wat dat betreft is de situatie in Istanbul natuurlijk toch wel behoorlijk wat heftiger en scherper dan hier. Esas sorun bence planlamaya bakış kaynakları. Wij willen inderdaad heel graag ook andere mensen dan alleen maar architecten of vakgenoten. Juist omdat we vinden dat film nou, een heel prettig iets is om naartoe te gaan. En je kunt met film heel veel uitleggen en ook eens een keer gewoon steden en problematieken anders zien. Dus volgens mij is het ook voor leken heel erg interessant. İstanbul'a ne iki köprü, ne Marmaray, ne de lastikli Türk geçit yetmez. De filmmaker van de openingsfilm doet geen interviews, op tv althans, in beeld. Begrijpt u dat? Nou ja, ik heb wel eens vaker gehoord dat mensen die achter de camera staan, liever niet voor de camera staan. Dat zal ermee te maken hebben.
Hij heeft natuurlijk ook een heel scherp politiek statement gemaakt, wat nogal tegen de staat en de politieke beslommeringen ingaan in Turkije. Dus ik kan me voorstellen dat hij zich wat wil beschermen tegen de kritiek vandaag.